start van de na-competitie. 4 ploegen spelen daar in de eerste divisie na-competitie voor 1 plaats in de eredivisie. RKC ontving Willem II, maar wij kozen voor de wedstrijd tussen de winnaars van de 3e en de 4e periode, Veendam en Vitesse. De beide ploegen ontmoeten elkaar op dat stadionnetje met die prachtige naam, de Lange Leegte, maar daar zal het best vol zijn geweest vanavond. Evert ten Apel was er in ieder geval en hij bericht over Veendam-Vitesse. Steenke, een van de spelers bij Veendam die ooit voor FC Groningen uitkwam. Karel Hidding, kent u natuurlijk ook. In totaal zijn het er 8. En dit is Joop Gal, die gaat vermoedelijk terug naar Groningen. Legt die bal goed terug. En dan komt Boy Neijg. En het is in de 3e minuut al de openingstreffer voor Veendam. Aan de basis staat Joop Gal, die die bal goed teruglegt. En Boy Neijg is de inkomende man die de score opent. Bos. Mulder met de lan meegegaan. Krijleman. En Koenen is de inkomende middenvelder. Hoekstra, een moedige keeper. Maar dit is voor de krante kans. Van de lijn gehaald door Keukens. En dan heeft Thomas al gefloten. Dan gaat dit Adamsfeestje dus niet doen. Van Lamboos. Maar hij lacht. En weet dat hij zelf de bal met de hand speelde. Klop. Stafleu, eigenlijk voor het eerst goed op de helft van Veendam. Het leek een overtreding. Thomas fluit daar niet voor. Vitesse blijft in balbezit. Talan. En dan krijgt Vitesse wel de vrije trap na een overtreding van Wiebing. Tegen diezelfde Talan. 10 minuten voor rust. Stafleu. Smant. Talan, klein als hij is. Wint toch in de lucht. Schouwenaar. En het is 1-1. Opvallend bij dit doelpunt de rol van Rick Talan, die klein is, maar in zijn Alkmaarse tijd bij AZ al goed kon koppen en voor onrust zorgt. Schouwenaar maakt het af en het is verdiend. 1-1. Kijk toch dat Veendam, dat zo snel in de wedstrijd op voorsprong kwam, het initiatief zo makkelijk weggeeft aan Vitesse. Schouwenaar weer gevaarlijk. Wiebing, Krijleman, ja en dan is het maar goed. Voor Veendam althans, dat Hidding Schouwerdada met zijn lichaam wegzet. En Keukens verder kan uitverdedigen. Overtreding van Bos. Voordeel regelt Thomas en die kan goed uitpakken. Neijg. Stafleu. Smant. Tempo gaat omhoog. Vitesse beseft dat er zo vlak voor rust misschien nog wel meer in zit. Maar Veendam wil nu ook wel weer. Hidding. Keukens. Op komt van Steenvecht. En het schot is van Veldmaat. Opnieuw een vroeg doelpunt. Hoe is het mogelijk? 2-1. Vrije trap Mulder. Hidding. Gal. Keukens. Krijgt die bal goed terug. Weggewerkt Smant. Hidding. Neijg. Weggekopt Klop. Maar echt lekker komt Vitesse eraan niet uit. Redmeijer zit daar. En Veldmaten. Dat is wel een doelpunt, maar hij telt niet. Thomas constateert een ongerechtigheid. Reden waarom het 2-1 voor Veendam blijft. Redmeijer met 11 is terug in het veld. Hij werd even behandeld voor een blessure. Veendam dus weer compleet. Maar Vitesse heeft het initiatief. Met Klop.
Schouwenaar. Schouwenaar buitenspel, althans dat hoopt Veendam. En Vitesse gaat door. Weer een kans daar. Talan. Uitverdedigd door Wiebing. Veendam zit goed in de knoei. Krijleman. En dan met een wilde trap Hidding. Opmerkelijk dat Veendam, net als in de eerste helft, naar het snelle doelpunt het initiatief aan de gasten laat. De Vitesse profiteert daarvan dankbaar. Buitenspel voor Krijleman. Koenen. Talan. Le Grand. Schouwenaar is in de buurt. De Haan verdedigt uit. Klomstra. Koenen. Probeer het maar eens van afstand. Dat is geen slecht schot. En een prima redding trouwens ook van Hoekstra. Hidding neemt de tijd. Het lijkt erop alsof Veendam de moeilijkste periode gehad heeft. Keukens. Klomstra. Geen buitenspel. Maar hij weet er niets mee te doen. Veldmaten misschien. Weer is dat Doesburg. En dan weer Klomstra. En dan staat Bos daar op de doellijn. Spectaculair moment. En Doesburg is op tijd terug. Het blijft 2-1 voor Veendam. Vijf minuten nog. Dieterman duelleert met Tilman. Twee invallers. En die Dieterman is een gevaarlijk mannetje. Doesburg. En steeds weer die goede uittrappen van de Vitesse doelman. Wiebing verslikt zich daar in Schouwenaar. De kans op 2-2. Het is maar goed dat Zapen Hoekstra attent zijn doel uitkomt. En Veendam dankzij zijn doelman zo de eerste winst in de eerste na-competitiewedstrijd hier thuis op de lange leegte houdt. De eerste klap is een daalder waard. Dankzij deze Hoekstra. De uitslag uit die na-competitie vindt dan Vitesse, dat hebben we gezien. RKC Willem II, een toch wel overtuigende 0-2 zege voor Willem II. Door...